Ik heb een film gemaakt, genaamd Alleen Ik, Only Me, Me Alone. En de film gaat over een jongen van 13 jaar, genaamd Floch. Floch is neurodivers en heeft daarin ADHD. En hij heeft een broer, dat is zijn beste vriend, Chef. En ze zijn een weekend alleen thuis. Mama, we kunnen wel alleen. Ik ben al 11, hè. Oké, dus Chef, de bakjes staan in de frigo. De film volgt dus het weekend en volgt Floor, die eigenlijk constant botst op de grenzen van Chef. En daar komt tot zo'n kookpunt dat het bij Chef ook gewoon te veel wordt. Floor is te veel, dat is iets dat ADHD'ers superveel horen. Wat ik zelf ook heel veel heb gehoord. En dat loopt niet super goed af voor Floor. Ik ga even naar beneden. Maar nee! Even kalm, ja. Ik ben eigenlijk beginnen denken, voordat ik begon te schrijven, aan het feit dat er momenteel in de wereld ook niet zoveel tolerantie is of niet zoveel acceptatie is. Of ik denk dat we dat nu pas zijn beginnen te beseffen, dat er niet veel acceptatie of tolerantie is tegenover andere mensen, individuen, groepen. En van dat ben ik dan dichter bij mezelf gaan zoeken. En dan heb ik eigenlijk beseft dat er ook een ei is dat er bij mij uit moet. En dat is dan het feit dat ik zelf ADHD heb. Ik maak daar geen geheim van. En naarmate dat ik ouder werd, ben ik eigenlijk beginnen beseffen van hé, maar superveel van de struggles waar ik doorga, komt eigenlijk uit die ADHD. En dat manifesteert zich in relaties, zowel op liefdesvlak als vriendschappelijk vlak, als ook in familiebanden. En hoewel dat je heel veel bent voor heel veel mensen, komt er eigenlijk heel veel eenzaamheid bij kijken. En de film is ook universeel in de zin dat het niet louter over ADHD-mensen gaat. Ik wou geen navelstaarder film maken of zo. Maar ik denk dat de film ook werkt bij meerdere mensen, omdat iedereen er wel iets van zichzelf in herkent. Ik denk dat we allemaal wel een soort label hebben of iets waardoor we ons anders voelen dan de ander. En dat we dan automatisch ook geconfronteerd werden met een soort van eenzaamheid of zo. Ik heb Lou leren kennen toen we heel breed aan het casten waren voor kinderen. Omdat het niet evident is om een kind te zoeken dat de scènes die we geschreven hadden zo natuurlijk en zo echt te spelen. Het is super moeilijk om een kind ADHD te laten spelen dat zelf geen ADHD heeft. Dus dan is het heel belangrijk dat je zelf je authenticiteit als regisseur laat zien van dit is hoe dat is voor mij en dit is hoe dat je dat best kan doen. Heel veel oefeningen mee gedaan en die kwam op auditie. En mijn co-scenarist zei, dit is hem. En die gaf daar de performance die dat ik nog nooit had gezien.